komende week is het Puur Restaurantweek. En in het kader hiervan was het puurste restaurant van Nederland werd uitgeroepen. Hiervoor sta ik nu in Egmond voor Natuurlijk. Echt een onwijs mooi restaurant, alleen al van de buitenkant om te zien. En zij zijn gewoon uitgeroepen tot eerste puurste restaurant van Nederland. Dus nou, ik ben wel heel benieuwd hoe het er aan de binnenkant uitziet. We gaan even een kijkje nemen. Nou, ik zit hier in het puurste restaurant van Nederland. Hoe voelt dat? Ja, super natuurlijk. Wij hadden zelf ook zoiets van, nou, wauw, dat zijn behoorlijke bedrijven en die zijn allemaal al zo lang bezig. En wij zijn hier net zeven maandjes geleden begonnen. Hè? Ja. En ja, dat is te gek als je dan zo'n mooie prijs mag winnen. Ja, ik zag dat jullie eigenlijk vanaf april hier pas gestart zijn. Nou, eigenlijk nog heel kort. Hoe zijn jullie erbij gekomen om, ja, om natuurlijk op deze manier te starten? Nou, we hadden eerst een ander zaakje in Egmond aan Zee. En daar zijn we al een klein beetje begonnen met de producten, er goed op letten wat je gebruikt. En duurzaam, dat trekt ons erg aan. En we merkten ook dat de gasten het erg leuk vonden. Het duurt eventjes, je moet ze over de streep trekken. En nou, toen hadden we deze locatie, kwam vrij. En nou, toch wel ruim een half jaar, eindelijk was het zover dat we mochten beginnen. En, ja, helemaal trots. En we kunnen gewoon eigenlijk onze gedachten met dit restaurant, ja, totaal benutten. Alles wat we eigenlijk altijd wilden, dat zit hierin. En met natuurlijk zitten jullie eigenlijk ja, op het biologische. Iets wat de laatste tijd nou ja, steeds ja, hipper wordt eigenlijk. Maar ja, voor mijn gevoel ook wel een beetje uitgemolken wordt. Hoe zitten jullie daarin om toch nou ja, bij de puurste producten te blijven eigenlijk? Nou ja, dat is ja, er bovenop blijven zitten. En het is sowieso altijd al een passie van Niels geweest. Niels is trouwens de chef van de keuken ook. Dus ja, die zit echt bovenop de inkoop. En die is gewoon zo geïnteresseerd in alles waar hij mee werkt. Dat ja, je zoektocht blijft doorgaan. En vooral in de buurt naar streekproducten. En de leuke boerenbedrijven hier. Ja, hebben allemaal zoveel lekkers te bieden. En het is alleen maar ja, leuk om met zoveel enthousiasme dan hun producten weer te verkopen. Grappig dat jij dan net zei van ja, je zoekt dan toch de kleine bedrijfjes eigenlijk in de buurt op om pure producten te krijgen. Maar wat ik begreep is dat jullie eigenlijk best wel naar een grote leverancier over zijn gegaan. Hoe is dat dan gegaan? Hoe is dat gegaan? Ja, je kijkt toch naar verschillende groothandels. En dan, qua wat Daily XL betreft, heb ik dan toch het ruimste aanbod in duurzaam. En volgende week Puur Restaurantweek. Nou ja, de ommeetdingen naar Puurste Restaurant van Nederland moest je daar volgens mij ook aan meedoen. Dus ik neem aan dat jullie ook een menu hebben samengesteld daarvoor. Volgende week hebben wij biologisch gerookte runderantrico met geitenkaas hier van de Klomphoeven, dus 4 kilometer verderop. En als hoofdgerecht serveren wij 3 verschillende vissoorten MSC gecertificeerd. En nagerecht gaan we in de Fairtrade chocola. Dat is wel leuk om te zeggen, omdat het zo'n feestelijke week wordt voor ons. Bieden wij iedereen lekker tussendoor een feestelijke ja, spoem aan van het huis met onze biologische kava. Nog meer reden om hier naartoe te komen. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd en ga lekker genieten van de prijs, zou ik zeggen. Dankjewel, gaan we doen. Dankjewel.